met Afterparties in de studio. Welkom jongens. Goedenavond. Wat mij dus... ga maar bij een microfoon staan hoor. Wil je mee praten, Sjors? Ja. Deze? Sjors. Bij dezelfde? Ja. Deze? Nee. Ja, goed, heel goed. Krijg voor je neus. Ik vind het te gek dat jullie hier zijn, maar ook een beetje wonderbaarlijk. Want als Raslimburgers is er natuurlijk vastelavond geweest. Ik zei net voordat de studio inliepen, wedden voor 100 euro dat het over carnaval gaat. Ja, maar dat is toch logisch dan, of niet? Als je uit Limburg komt, dat ligt allemaal achter. En hier sowieso, we hebben hier bij 3FM heel veel jongens en meiden uit Limburg en Brabant werken. Die de afgelopen dagen allemaal, en ook jongens van boven de rivieren, naar het zuiden gegaan zijn om daar vast te laten carnaval. Ik sprak Herman Hofman vandaag. Die is dus ook 3 dagen is hij naar Tilburg geweest. En die zei, ik had het gewoon niet moeten doen. Ik had het gewoon echt niet moeten doen. Je moet ook niet naar Tilburg gaan. Maar hebben jullie het goed gevierd? Zeker, 5 dagen lang. Zo. En daarom is het wel wonderbaarlijk dat je dat allemaal doet voordat er een tour begint, voordat een nieuw album release wordt. Ja, maar ik zei net ook al, misschien moeten we niet meer zo vaak een release doen na carnaval, zo dicht erop. Want dat was volgens mij met de eerste plaat ook al. Dan krijg je gewoon van die sessies zoals nu en stemrot. Ja, en dan wil je eigenlijk gewoon in je nest liggen en helemaal niemand spreken. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. Hebben jullie wel een goede carnaval gehad? Zeker. Ja, heel goed. Waar hebben jullie het gevierd? In Horst. In Horst. En hoe was dat? Neem mij even mee aan de hand. Hetzelfde als alle andere jaren in Horst. Maar dat is het fijne. Carnaval was altijd precies hetzelfde en toch ook net elke keer anders. Maar dat is alleen maar repetitie. Je hoort ook elke dag dezelfde fucking nummers. Keer op keer. En die slijten helemaal in je kurper. maar wat is er dan zo leuk aan van jullie? Ik heb voor Noisy een artikel over geschreven, kan je helemaal teruglezen. Oké. Nee, maar het is vooral heel erg veel vriendschap. Je ziet iedereen weer samen terug. En dan zit hij ook gewoon super hard tanken. Ja. Bedoel, dat is altijd leuk. Heerlijk. Maar bedoel, het is natuurlijk best wel pittig als er een tour gaat starten. Heb je er een beetje last van of komt het wel goed? Nou, het ging eigenlijk best wel goed. Je hebt wel altijd een beetje post-carnaval depressie. Maar dat is, ik denk na een paar dagen is het wel weer hersteld. Goed om te horen. Jullie nieuwe album staat bol van titels als Easy Money, Life is Easy, Lazy Come, Lazy Go. Klinkt alsof het allemaal aardig voor de wind gaat. Of heeft het daar helemaal niks mee te maken? Nick. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant hebben wij allemaal best wel goed leven, denk ik. Aan de andere kant heeft iedereen bepaalde problemen waar ze tegenaan lopen. Dan ben ik natuurlijk vooral benieuwd naar die problemen waar jullie tegenaan lopen. Ouder worden, vriendschap. Iedereen zegt altijd dat we 17 zijn. Ouder worden? Nou, onze drummer is papa geworden. Dat is een nieuwe fase in je leven. Sjors woont met zijn vriendin samen. Nieuwe fase in zijn leven. Oh ja, over problemen gesproken. Wij gaan zo nog even zitten. Ik heb heel veel tips voor je. Het komt echt allemaal goed. Je denkt nu heel eventjes van, och jeetje, wat heftig. Maar het komt echt allemaal goed. Of valt het bij jou nog mee? Het valt super goed mee, want het is altijd gewoon, weet je wel. Hey, dan zit je nog niet in die fase waar het nog niet mee valt. Ja, Juri lacht ook heel erg. Maar daar gaan die tracks dus ook over de problemen waar je tegenaan loopt. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, wat ik ook al had met carnaval. Zo, weet je wel, je hebt vriendschappen die je opbouwen in een vriendengroep, maar op een bepaald moment veranderen dingen. Mm-hmm. En je kijkt er elk jaar weer net iets anders tegenaan. En dat is mooi en soms een beetje vervelend of treurig. Dus het album is denk ik dubbele. Van de mooie dingen in het leven die makkelijk zijn, maar ook de slechte dingen die er misschien aankomen en hoe je daarmee omgaat. En ik had het net in de aankondiging over 2014 toen jullie 3FM Serious Talent werden. We zijn nu 4 jaar verder. In welke vorm zijn jullie muzikaal gezien volwassener geworden? Ik denk dat we gewoon veel meer zijn gaan luisteren naar in breder scala en muziek. Ik denk dat we in het begin echt allemaal ongeveer dezelfde muziek luisterden en toen dachten we dat wilden we maken. En dan was ook een beetje, om erin te komen ga je gewoon simpele muziek spelen, denk ik. Mm-hmm. En na een tijdje, niet dat het super simpel is, maar je gaat gewoon meestal iets makkelijker nadenken. En dan komt het tweede album, dan ga je iets moeilijker nadenken. Dan ga je iets meer, moet je jezelf uitdagen dan op een gegeven moment. Maar wat voor muziek heeft jou bijvoorbeeld dan geïnspireerd? Ik denk dat we heel veel Stones zijn gaan luisteren. En heel veel soul. Dus we hebben super veel soul in de bus geluisterd. En ik weet niet hoeveel dat invloed heeft gehad op de liedjes die er nu zijn. Maar dus je gaat gewoon anders denken over muziek. Ik ben meer naar teksten gaan luisteren. Eerst was ik iemand die heel veel bands heel veel luisterde, maar eigenlijk nog niet eens wist wat de teksten waren of niet op me in liet werken. En ik ben veel naar Joanna Newsom, zangeres, gaan luisteren. En allemaal wat diepere shit. Dan denk je, wow, met tekst kun je veel meer. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb dan alleen de nieuwe single gehoord. En ik dacht wel van, wauw, het klinkt veel
voller, dieper steviger. Gewoon veel steviger. Ja, de productie is ook veel anders dan de eerste plaat. Ja, maar dan hoor je er echt af. Het is echt gewoon, het klinkt ook veel ouder, veel steviger. Nou, ouder is niet het goede woord, maar volwassener of zo. Ja, ja. Je rijpt. Ja, nee, ja, dat is een mooi woord. Gerijpt.